Welkom bij Glenmore 2 Chronicles in 3 minuten. Glenmore 2 Chronicles is een spel voor 2 tot 4 spelers vanaf 12 jaar. En daar staat dat je over een potje 90 tot 120 minuten doet. Wij doen er 35 minuten over gemiddeld, zag ik. Maar oké, misschien hebben we snelle spelers. Maakt ook helemaal niet uit. Het is een heerlijke engine builder. Hij scoort echt heel hoog. Kijk, in 3 minuten kunnen we hem niet helemaal uitleggen. Maar we kunnen jullie wel een beeld geven van het spel, zodat je kan kijken of het wat voor je is. Ja, inderdaad. En gelukkig kan dat hier ook wel. Want het basisprincipe is vrij eenvoudig. Ja. Ja, je hebt heel veel tactische keuzes uiteindelijk te maken. Maar de basis is vrij eenvoudig. Nou, leg hem ons even uit. Nou, degene die als laatste op dit spoor staat en met 2 spelers heb je een dobbelsteen. Maar als die er nu niet zou zijn, dan is de rode kleur als laatste op het spoor en die mag als eerste aan de beurt zijn. En die kiest dan een tegel. Het maakt niet uit hoe ver op dit spoor, gaat erop staan, pakt de tegel en dan is wederom daarna de laatste speler aan de beurt. Ja, en de laatste speler is altijd aan de beurt. Dus als je heel ver vooruit loopt, ja, dat is misschien niet zo handig, want dan is degene na jou heel vaak aan de beurt. Dat is een tactische keuze. Maar wat doe je nou met die tegel? Nou, in principe is het een tegellegspel. Dus dat betekent dat de tegel die jij gekozen hebt aan jouw tableautje moet komen te liggen. En dat moet altijd ergens rondom een persoon. Nou heb ik hier mijn poppetje staan, dus dat betekent dat ik mijn tegel hier neer zou kunnen leggen. Ja, en het leuke is, op het moment dat je die tegel neerlegt, mag je die tegel activeren. Dus de actie die erop staat, voer je uit. Maar je mag ook alle omliggende tegels activeren. Dus in dit geval, als ik bijvoorbeeld deze neer zou leggen en ik leg hem hierboven neer, dan mag ik en deze tegel activeren en deze 2 tegels die er al liggen. Dus dat is een mooi motortje erop kan bouwen. Ja, zeker als je hier al van alles hebt liggen, want dan kan je echt alles eromheen telkens weer activeren. Daarvoor moet je natuurlijk wel hele tactische keuzes maken. Nou, wat kan je nog meer doen? Je kan gebouwen bouwen. Daar heb je grondstoffen voor nodig. Nou, die kan je kopen of verkopen in de markt. En je kan ook personen naar jouw land toe trekken. En dat heeft alles te maken met dit bord. Inderdaad. Want op het moment dat je een persoon trekt, mag je eigenlijk via een lijn naar een bepaalde stad gaan. En op het moment dat je daar naartoe gaat, krijg je het voordeel dat er op staat aangegeven. Die dingen zijn belangrijk, want die hebben te maken met de tussentellingen. Het spel speelt over 4 rondes en na elke ronde heb je een tussentelling. En dan ga je kijken wie of de meeste personen heeft, wie de meeste poppetjes op zijn kasteel heeft staan, wie de meeste van deze grondstoffen heeft en ook nog wie uiteindelijk de meeste kaarten heeft van bezienswaardigheden. Dus je telt 4 keer en uiteindelijk wint degene met de meeste punten. Ja, en dat werkt heel grappig, want je wil natuurlijk bouwen aan een zo groot mogelijk rijk. Dus je wil alle tegels verzamelen. Maar daar krijg je helemaal niet per se punten voor. Dus je moet heel tactisch kijken, wat heb ik nodig? Je moet je rijk niet te groot maken, want daar krijg je aan het einde juist weer minpunten voor. En dat is echt een heerlijke tactische puzzel. Inderdaad, ja, je merkt het al. We zijn enorm enthousiast over dit spel. Want wat we nog niet eens genoemd hebben, is dat hier 8 uitbreidingen in zitten die je toe kan voegen aan het spel. Dus je hebt zoveel spelplezier in deze doos zitten. Ja, dat zijn de Chronicles. Ja, die gaan we natuurlijk nog niet verklappen, want die zijn nog een beetje geheim. Maar dat maakt het nog eens extra uitgebreid en elke keer weer anders, omdat je weer andere combinaties kan maken. Kortom, heel veel speelplezier.